Welkom in de wereld van Kissy! En vandaag is het een speciale dag. Een dag waarop dat Lorian deel voor één dag de baas is. Ja, inderdaad. Papa, Lorian is vandaag voor heel de dag de baas. Ja. Zeg, maar ik heb al een beetje honger. Wat zullen we als ontbijtje eten? Want jij bent de baas, jij moet kiezen. Taart. Taart? Taart als ontbijt? Ja. Oh. Daar zeggen wij niet nee tegen, hè, papa? Dat zou wel moeten, ja, de baas heeft gekozen. Oké, wij beginnen met taart. Is het zo'n taart dat je wou? Een beetje. Het was ineens dat ze in de winkel hadden, ja. Kaarsjes eruit. Of ga je die niet opeten, want jij bent de baas vandaag. Nee. Allee, een lekkere kaars. Zo'n blauwe kaars. Of een groene kaars. Ah, een gele kaars. Die kaarsen mag je nooit opeten. Nu dat jij een grote jongen bent en 7 jaar bent, ga jij zelf snijden of snijdt mama? Wat is nee? Ja. Als je... Nee? Ja? Ik snijden? Ja. Oké, ik snijden. De helft voor jou, de andere helft voor mij. Jij bent de baas, jij mag kiezen, hè? Nee. Ik zou het nee, hè. De helft voor jou en de andere helft voor papa, hè? Nee. Oh, ook niet. Iedereen maakt een stukje. Iedereen maakt een stukje. Een stukje. Okay. Dat is goed. Zolang dat papa maar het grootste stukje krijgt, is het goed. Nee. Oh nee. Tweede grootste. Wie gulzig is, die krijgt het minste. Kijk, het kleinste stukje. Maar ik heb de grootste buik. Jij krijgt zoals Julia's een boterham. Jij moet een boterham. Ja, Julia's eet een boterham. Die lust geen taart. Een rare meneer, hè. Een rare broer dat jij hebt, hè. Jij krijgt de grootste. Jij mag zo dadelijk jouw stukje kiezen. Tjum, 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 tjum. Zo klein allemaal. Zo klein. Dat zijn grote stukken. Ja, ja, ja. Dat is een hoog stuk. Normaal voor met 10 en ik heb ze in 8 gesneden, denk ik. Ja. Ik ben dit. Ja, dit is ons leven. Wacht, wacht. Oké, Lorian heeft gekozen. Oké. Is het? Ding, 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 ding. Ga het lukken? Ah, toch een halve taart. Ik zie daar een heel stukje omhoog komen. Oh, amai, met chocola. Ja, een chocoladetaart. Ja, normaal maak ik mijn taarten zelf, hè? Maar ik maak nooit chocola, want het is... Oké, proef maar. Is het een goede taart? Ja, dat weet ik nog niet. Allee, proef. Dit is de taart. Ja, goed gekeurd. Oké, okay, maar verdeel wat verder, hè. Mama! Die gaat er al aan beginnen. Lust je het? Maar het is niet warm, hoor. Ah, een bolletje. Het is niet warm. Heb je het gepakt? Fijne motoriek, hè. Ja, bolletje is weg. Eet maar gewoon, hè. Oké, zoals deze kapot. Dus wij gaan ook eten. Wij gaan ook eten. En dan mag jij eens bedenken wat je ze weet gaat kiezen. Ja. Smakelijk. Lorian, wat is het volgende dat de baas vandaag wilt doen? Naar Mega Speelstad. Ja, inderdaad. Wij gaan naar Mega Speelstad. En wat kan je hier allemaal doen? Want we zijn hier al geweest. In helikoptertjes. In helikoptertjes. Je hebt hier eigenlijk een hele grote binnenspeeltuin. Een buitenspeeltuin. Met ook een paar kleine attractietjes. Een hele grote buitenspeeltuin ook. Ja. En we gaan eens zien. Vlug naar binnen, want het is frisjes buiten. Waar is de zon naartoe? Wij willen terug de zon. Oh, ja, ja. Oké, baas Laura. Wat wil je dat mama doet? Speeltuin. Ik moet hem volgen in die speeltuin. Dus dan gaan we dat maar doen. Hè. Ik weet alleen niet of ik daar nog in pas, vriend. Dat zullen we zien. Oké, ik volg jou. Oh, hier helemaal naar boven. Oké. Niet te snel, hè, Lorian. Oké. Goed. Oké. Okay. Naar
Ja, oké. Een kabouter? Oké, okay, ik ga wachten. Een kokker?
En heb jij nu andere kleren aan? Ja. Ja, waarom heb je andere kleren aan? Ik moet een match gaan spelen. Ja. Maar hij wil dat ook. Hij wil dat ook. Hè. Hij mocht kiezen. Hij moest niet meedoen, want het is zijn verjaardag. Maar Lorian is de baas en die koos voor vandaag. Te gaan voetballen. Ja. Ga je winnen? Ja. Ja, dat gaan we straks zien. Hè. We gaan altijd duimen dat hem gaat winnen. Maar uw best doen is ook al goed. Hè. Daar begint het mee, hè? Daar begint het mee. En van je best doen, komt meestal winnen. Oké, hop, naar de voetbal. En wij zijn terug. Thuis. Was het een leuke dag, een baasdag? En ben je wel trokken? Ja. Ja. Zeg, heb je goed gevoetbald? Ja, gewonnen. Gewonnen! Yay. Heb je gescoord? Ja. Ja, je hebt hem ook gedaan. Yay! Ja, yay. Wij hebben gesupporterd, hè? Ja, ja. Maar wij gaan deze video afsluiten. Wat moeten ze nog doen? Als ze nog niet zijn geabonneerd, wat moeten ze? Abonneren. Liken. Liken, dat mag ook. Duimpjes omhoog verloren. Eventjes abonneren. En dan zien wij jullie de volgende keer weer. Dag! Doei! Doei.